guys, vandaag heb ik een video over Once Upon a Time, een tv-serie. Niet meer op tv ondertussen, maar het wel iets waar ik heel groot fan van was en nog steeds wel fan van ben. Ik heb namelijk een pakketje gekregen met twee dingetjes die ik heb overgekocht van een vriendin die ook fan is. En ik dacht, nou, dan is het ook wel leuk om jullie gelijk mijn collectie te laten zien met Once Upon a Time merchandise. Dus dat gaan we vandaag doen. We beginnen met het pakketje openen. Het zijn dus twee dingen die ik heb overgekocht van haar, die ik nog steeds heel graag wilde. Ik koop niet echt meer nieuwe Once Upon a Time dingen tegenwoordig. Maar deze twee dingen stonden nog heel hoog op mijn lijstje. En ze heeft er een super schattig Rapunzelkaartje bij gedaan. Ze kent me te goed. Ze weet dat ik van Rapunzel hou. En als eerste heb ik een Funko Pop gekocht. En dit was eigenlijk de enige die ik nog heel graag wilde. Dit is de Emma Swan Funko Pop in het doosje. En hij ziet er echt nog heel goed uit. Echt nog heel goed. Er is echt niks aan beschadigd ofzo. Dus hier ben ik heel erg blij mee dat ik die heb kunnen overkopen. En dan heb ik dit tasje. Dat is dit tasje. Met twee hangertjes eraan. En zij heeft ondertussen bijna een jaar geleden een video gemaakt over haar Once Upon a Time collectie. En daar liet ze deze in zien. En ik was zo verliefd op dit tasje gelijk. En ik wilde hem echt heel graag hebben. Maar ik kon hem steeds niet vinden. En nu deed zij hem weg. Dus stuurde ze me deze foto van, hey, wil jij deze? And of course I said yes. Dus de tas zelf is gewoon geïnspireerd op de voorkant van het boek. En dan hangen er twee hangers aan. Een klokje en een haak. Echt heel erg gaaf. Op de achterkant staat ook copyright ABC Studios. En hij is echt hele goede kwaliteit. Er zit ook een magneetsluiting in. En hij is echt een stuk mooier dan ik had verwacht. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. En dan is dat wat ik van haar over heb gekocht. En dat herinnert me eraan dat ik iets vergeten ben. Dan haken we daar gelijk even op in. Want bijpassend bij de tas heb ik ook de portemonnee. Deze heb ik ooit van mijn zus gekregen. En dit is dus ja, hetzelfde design als de tas. Dus die kan daarbij. En dan gaan we nu maar beginnen met de Funko's die ik heb. Ik heb 5 Funko's verder nog van Once Upon a Time. 3 inbox en 2 outbox. Eigenlijk 6, maar eentje zit in een doos met spullen die ik verkoop. Dus die zit hier niet in. Als eerste inbox heb ik Prince Charming. En deze heb ik toen in een set gekocht samen met Belle. En Zelina. En er valt wat. En deze komen uit, volgens mij kwamen ze toen uit België geïmporteerd. Omdat ze daar nog wel te koop waren in de winkel. Dus ja, hier ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Je kan ze nu ook niet meer kopen in de winkels. Ze zijn faulted, dus ze worden niet meer gemaakt. En ze zijn niet meer in winkels te koop. Dus alles is tweedehands. En mensen vragen er echt heel erg veel voor vaak. En ja, dit was eigenlijk wel een beetje alle Funko's die ik nu heb. Dat zijn wel echt de Funko's die op mijn lijstje stonden die ik wilde. En er zijn er nog wel een aantal. Maar ja, die hoef ik niet zozeer. Ik heb uitbox heb ik nog Regina met de vuurbal. En die heb ik samen gekocht met Hook met Excalibur. En daar zat ook nog een uitbox Zelina bij. Maar omdat ik die al inbox heb, verkoop ik die. Dus deze heb ik toen ook echt kunnen kopen, omdat ze natuurlijk zonder doosje zijn, voor 4 euro per stuk. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ze hebben wel een paar beschadigingetjes en wat vlekjes en zo, maar die wil ik nog een keer gewoon proberen zelf bij te werken. En als dat niet lukt, dan ja, ze staan op een plankje en het maakt ook niet heel veel uit. Het valt ook niet heel veel op. Dan heb ik hier 3 dvd's. Seizoen 1, 2 en 3. Deze heb ik ooit op Koningsdag gevonden. Voor 1 euro per stuk. Dus daar was ik ook heel blij mee. En dit vond ik wel de 3 leukste seizoenen. Dus dit zijn de enige die ik op dvd heb. Ik zou op zich seizoen 4 nog wel op dvd willen. Maar vanaf seizoen 5 hoeft het van mij niet meer zo erg. Ik vond ze wel leuk. Maar niet zo van ik wil ze nog heel veel kijken. En ik denk dat seizoen 3 echt wel mijn favoriete seizoen was. Denk ik.
weet ik niet. Ik vond ze allemaal wel leuk hoor. Maar ja, die. Dan heb ik twee boeken. Als eerst heb ik dit Once Upon a Time, A Collection of Classic Fairy Tales boek. Dit is niet echt compleet Once Upon a Time, maar dit heeft een voorwoord van de makers van Once Upon a Time. En verder zijn het gewoon je casual sprookjes. Dus ik heb deze wel gekocht voor bij mijn Once Upon a Time collectie. Dus ik wil hem wel nog even snel laten zien. En ik ben nog wat dingen vergeten. Die ga ik zo even pakken. En dan heb ik nog het echte Once Upon a Time Reawakened boek. Reawakened toch? Ja, Reawakened. En dit is het boek bij eigenlijk het eerste seizoen. En ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb hem nog niet gelezen. Ik heb hem, maar ik heb hem niet gelezen. Dus ja, misschien dat ik dat nog een keer ga doen. Maar deze heb ik eigenlijk meer gekocht om te hebben. En in de categorie boeken, wat ik nog heel graag zou willen hebben, is het Behind the Magic boek. Die vond ik wel heel cool. En het fotoboek van de officiële fotograaf van de set. Maar die is ook... Daar was ik te laat mee om te kopen. En nou was die echt heel duur. Zeker inclusief verzendkosten naar Nederland. Maar als ik die ooit nog voor een goede prijs tegenkom, dan zal ik die echt nog wel aan mijn collectie toe willen voegen. Oké, dan heb ik... Deze heb ik ook gekregen van een vriendin. Hetzelfde vriendinnetje pakketje. Echt super lief. Die had ze... bij iets anders gekocht wat ik... Nee? Had ik toen ook iets gekocht van haar? Of had ze iets voor me opgehaald? Weet ik niet meer. Maar ze stuurde me een pakketje met wat dingetjes die ik wel verwachtte. En had ze toen deze bij gedaan. Wat ik dus niet verwachtte. Dit is een van de Once Upon a Time Bows. Waar ik echt verliefd op ben. En dit is die van Selena. Echt heel leuk. Hiervan zou ik nog wel de hoekbow aan mijn collectie toe willen voegen. Ik zei wel heel stoer aan het begin dat ik eigenlijk niks meer hoef van Once Upon a Time. Maar ja, dat zijn dus wel dingen. Als ik die nog voor een goede prijs tegenkom, dan zou ik die waarschijnlijk wel nog aan mijn collectie toevoegen. Ik heb ook natuurlijk een gele kever. Noem je die dingen in Nederland, geloof ik. The Yellow Bug van Emma. Echt wel een signature. Dat is zo rude. Echt wel een signature in elke collectie. Ik ben nu eerst even alles aan het behandelen wat niet van Comic-Con komt. En dan gaan we daarna alles van Comic-Cons doen. Ik heb ook nog ooit dit hoesje besteld. Toen ik nog een iPhone 5 had. Leuke tijden. Dit hoesje is ook wel gewoon stuk gegaan toen. Want ik heb hem toen wel echt gebruikt. Maar ik heb hem toen wel bewaard. Toen die telefoon eruit ging. Dan heb ik nog één sieraad wat niet van Comic-Con komt. De rest heb ik allemaal Comic-Con gekocht. Ik heb deze ooit van iemand overgekocht op Depop. En dit is dus... deze komt volgens mij van Hot Topic origineel. De cirkelketting en de zwanenhanger. Die Emma draagt in de serie. Deze vond ik toen nog wel heel erg leuk om te hebben. Ik heb hem nooit echt gedragen, geloof ik. Ja, wel. Ja, ik draag hem op deze foto. Denk ik. Of is dit een andere? Weet ik niet. Volgens mij heb ik hem wel één keer gedragen toen ik of Jennifer ging ontmoeten. Of Lana en Rebecca. Zullen het zo wel zien op foto's. En dan de rest wat ik heb is allemaal van Comic-Con. En heel veel artwork heb ik er nog tussen zitten. We gaan eerst even alles behandelen wat geen artwork is. En dan houden we dat voor het laatste. Ik heb hier... Hoe zit het nu al in de knoop? Ik heb het 3 seconden geleden gepakt. Ik heb deze ketting. Hierop staat Dark Swan. Dit is zo'n flesje. En er zit een zwanenhangertje aan. Deze zat toen in een setje met een artprint. Nog een ketting en een button, geloof ik. Die ik heb gekocht. Dus deze heb ik ook nooit gedragen, maar vond ik wel leuk om te hebben. En dan heb ik een setje eigenlijk van de hangers van, hoe noem je ze? Nou ja, van Selena en van Galinda, de Good Witch en de Wicked Witch. Ik weet even, ze hebben een groepsnaam, maar even kwijt. Maar goed, de groene en de witte. Dan zat deze ketting bij de set die ik net vertelde.
Dit is het Once Upon a Time boekje. Deze heb ik ook om op een van mijn foto's met, ik denk Jennifer. Volgens mij heb ik deze om dat ik Jennifer ging ontmoeten. Zullen we zo wel zien. En dan heb ik nog een dagger ketting met Emma Swan erop. En nu ik deze al vast heb, ik zou ook nog wel heel graag echt een replica willen van de Dark One dagger. En dan denk ik wel gewoon die met Rumpelstiltskin erop. Denk ik. Weet ik niet. Weet ik niet zeker. Maar goed. Die zou ik ook nog wel heel graag willen. Dan heb ik een Storybrook mok. Deze komt van PG Stuff. Die stond toen op Comic-Con. Die heb ik meegenomen. En ik heb deze. Deze verkocht ze toen ook op Comic-Con. Was bij de booth die ook reclame maakte voor de auction van Once Upon a Time. Dus waar ze alle heel veel van de kostuums en de props gingen veilen toen de show afgelopen was. Daar verkocht ze ook zulke setjes van een aantal verschillende karakters. En ik heb die van Captain Hook meegenomen. En daar zit dus een stukje in van een van de kostuums die hij aan heeft gehad in de show. En er zit achterop zit dan de Certificate of Authenticity. Dus hier ben ik wel heel blij mee dat ik die heb meegenomen. Heb er lang over getwijfeld, maar toch gedaan. Ik kom eruit met tekort. Dan heb ik 3 foto's. En dan gaan we daarna naar de artwork dingen. Ik heb als eerst deze foto. Dit was op Comic-Con België. Ik heb even mijn vriendin afgeplakt, want ik weet niet of zij een video wilt. Heb ik Jennifer ontmoet. Dit was dus in België. Ben ik 1 keer naar Comic-Con geweest en 2 keer in Nederland. De eerste keer zou Jennifer komen. Maar die moest toen afzeggen. En toen hebben ze als vervanging Lana en Rebecca geregeld. In ieder geval eentje was als vervanging en eentje zou sowieso komen. Ik weet nog steeds niet welke sowieso zou komen en welke als vervanging was. Maar goed. Die heb ik dus toen ook ontmoet. En toen de editie daarna heb ik nog een keer een foto gemaakt met Jennifer. Die heb ik ook laten signeren. En bij Facts heb ik ook een handtekening gehaald van haar. Maar die staat op een foto van haarzelf. Want toen had ik mijn fotobooth na de handtekeningssessie. Dus deze foto's heb ik. En ik wou echt heel graag Colin nog ontmoeten. Maar ja, de eerste keer kon ik niet. En toen moest hij afzeggen. En de tweede keer had ik in theorie gekund. Het was niet optimaal geweest voor me, want het was de dag na een wedstrijd. Maar corona. Dus de vraag is of hij ooit nog naar Nederland komt voor Comic-Con. Maar dat is de enige van de kast die ik nog wel heel graag zou willen ontmoeten. Dan heb ik 4 buttons. Als eerste heb ik deze. Deze komen, als het goed is, ook van PG Stuff. Als ik het me goed herinner. Die heb ik ook met Captain Hook. En ik heb een Captain Swan versie. Deze komen van PG Stuff. En dan deze zat bij dat setje met de kettingen, de artprint en dus de button. En dit is dus eentje met Emma en Killian met de Dark One Dagger in het midden. En dan zijn we echt aangekomen bij de artwork. Ik heb boekenleggers, kaartjes en de wat grotere prints. We beginnen met de boekenleggers. En er is dus één verkoper. Die stond sowieso op alle 2e versies van Dutch Comic Con. Volgens mij stond hij toen ook in België. En dat is de man van deze tekenstijl. Ik denk dat een aantal mensen het wel zullen herkennen. En ja, daar heb ik uiteindelijk, verdeeld over alle Comic Cons, volgens mij zo'n complete Once Upon a Time collectie van gekocht. Ik heb de boekenlegger met Zelina en Regina. De boekenlegger van Rumpelstiltskin, van Zelina zelf, van Captain Hook, van Captain Swan en eentje met Emma alleen. Ik weet niet of hij er ook nog een had met alleen Regina. Die had hij in ieder geval niet elke keer dat ik langsliep. Maar daar heeft hij wel een aanzichtkaart van. Dat is deze. Hier staat trouwens zijn gegevens. Ik zal zijn website, als hij nog actief is, want dat weet ik eigenlijk niet. Als hij nog actief is, zal ik hem even in de beschrijving zetten. Dan heb ik ook nog een kaart van Emma. Rumpelstiltskin. Captain Hook. Captain Swan.
en Zelina. En dan gaan we naar de Art Prints. Ik heb wat grotere en ik heb een aantal kleinere. Deze heb ik gekocht via Etsy. En ik weet niet meer van wie. Echt niet meer. Maar ja, Etsy. Deze zat in de set met de kettingen en de button. Vond ik wel heel erg mooi. Deze is echt compleet met potlood getekend. Je ziet ook echt de textuur en zo erin. Ook op Etsy kocht ik van dezelfde verkoop als de vorige. Deze set met 3 boekenleggers. En dit zijn dus Zelina, Killian Jones en Emma. En ik gebruik ze niet als boekenleggers, dus ze hangen gewoon op mijn deur. En daarbij ook nog deze print van Emma met The Dark One. Dan heb ik een aantal kaarten via Redbubble gekocht. En die heb ik echt gekocht als artprints. Als eerste dit setje. Dit zijn de Tsum Tsum Lovers Emma en de Tsum Tsum Lovers Killian. Dus met zeg maar, de ander als een soort mini Tsum Tsum van Disney. Dus die vond ik wel heel erg schattig toen. Ook via Redbubble een andere kaart met het script met alle handtekeningen. En dit is het script van The Song in Your Heart. Episode 20 van seizoen 6. Ik heb deze wegwijzer met The Land of Once Upon a Time. Ik heb dit. Dit is de Once Upon a Time Captain Swan Formal. Schattig cartoon dingetje. Ik heb deze, gewoon met allemaal quotes en doodles en dingetjes. En heb ik deze set. Dit is een soort speelkaarten set. Met Killian Jones. En dan als je hem omdraait staat er... Ja, hier staat Hook. Hier staat Killian. Zo'nzelfde met The Savior en The Dark One. En zo'nzelfde met Regina, Evil Queen. Dan heb ik nog deze grote print. Volgens mij heb ik deze ook via Etsy gekocht. Denk ik. Dit is een print van The Evil Queen. En dan de laatste print die ik heb, is weer van dezelfde maker als de... Oeh, daar gaat hij. Oeps. Van dezelfde maker als de boekenleggers en de kaarten en zo. De grote Captain Swan print. Dit is de enige die ik op groot formaat heb gekocht. Ik denk dat het wel opvalt dat ik Captain Swan fan was. Oeps. En ja, dan was dat mijn complete Once Upon a Time collectie. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vergeet niet meer even te abonneren op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En dan zie ik je hopelijk snel weer. Doei!